opnemen voor het nageslacht. Nou, gaan we weer spelen, hè? Alles koud nu, hè? Remmen koud, banden koud, alles koud. 10 minuten staan wachten. Normaal is er natuurlijk iemand die notes voorleest, dat maakt het wel wat makkelijker, hoor. Ja. Ja, dit is een nieuwe proef, maar ja, dat is wel leuk. Zullen we zo nog wel een zonnetje in het gezicht krijgen, denk ik. Ja. Hier komt de tweede keer een hoop troep te liggen, want dan wordt het van uitgereden door de andere auto's. Ja. Dit vinden wij dan wel leuk, zeg maar. Ja, dat is een leuke pad. Ja. Ja, nu dat wij hier komen is het nog, is het zand nog redelijk goed, hè? Ja. Weinig sporenvorming. Straks wordt het meer springen daar. En nou zit er in de achterwiel nog wat zand, dus een beetje opletten. Oh, sorry Piet. Is het de bedoeling dat we voor die pijl naar links gaan? Hier buiten zit een slootje. Moeten we even wegblijven, hè? Als de mensen gaan rennen, dan is het meestal een teken dat het rempunt wel goed is. Ja, wij rijden met de XO dus uiteraard niet op de laatste seconde. Nee. Natuurlijk een functie voor veiligheid voor de organisatie om alles te testen nog voor de eerste deelnemer. Ja, precies. Een hele snelle bocht. Rechts en dan. Staat hier een chicane om de
snelheid eruit te halen voor het publiek. Hier mooi naar de buitenkant toe. Dan zie je daar verderop ook een chicane aankomen. Dat is echt om de... Ja. Die WSC's gaan natuurlijk verschrikkelijk hard. Om de snelheid er wat uit te halen. Je kunt de wegen natuurlijk niet veranderen in Nederland. Nee, precies. Als je nou door de bocht heen kijkt, dan zie je er nog één. Ja. En dat is omdat daar een splitsingspunt staat met containers. Natuurlijk niet de bedoeling, we komen zo meteen van de andere kant weer terug, zeg maar. Ja. Was het hier de bedoeling dat de fietspad op ging? Normaal gesproken weten we niet, uiteraard. Hier is het heel smal. Nou, de klink is op, dus zo zie je in die klassementsproef dat je zomaar 3-4 verschillende soorten ondergrond ziet. Ja. En dat maakt het dan ook weer mooi. Te anticiperen, zeg maar. Ja. Er zit hier nog een vies bochtje voor de bosrand tegen de zon in. Ja, deze proef is voor mij ook nieuw. Ik heb hem gisteren 3 keer gezien, maar dan houdt het op. Dus dan is het de eerste keer weer even aftasten, uiteraard. Paaltjes tegen het snijden om de wegen niet al te veel te beschadigen. Hier weer een chicane. Hier weer een chicane. Kunnen we mooi aan de buitenkant in. Je kunt er zelfs links omheen hier, dus dat is niet helemaal goed afgezet. Nou lijkt het vaak sneller, maar door het gras om weer tractie te vinden. Ja, dat is ook weer zo. Duurt vaak langer dan... Oh, deze was wat sneller als ik gedacht had. In het bos. En dan komen we langzamerhand bij het gedeelte wat vorig jaar gebruikt werd in Mierlo. De containers stonden daar echt tegen. Hier links van ons ligt de snelweg. Dus ja, dat wil je niet hebben. Mocht je je verremmen, ja goed, dan kan natuurlijk ook iets bij een auto kapot gaan. Hè. En dan de snelweg uitkomt, een beetje slordig. Nou, hier het zand in. Oh. Oh. De 0-0. Dat is de dubbel 0, die ja. Die mogen dus niet aan. Maar het is niet anders. We moeten de wedstrijd natuurlijk niet te veel laten uitlopen. Dus. Nee, precies. Is wel jammer, want ik moet zeggen, dat is wel een leuk stukje. Dan was hij toch al bij post 28 toen wij weggingen. Maar ja, goed. Hij heeft ook nog de verantwoording voor de controle natuurlijk. Mm-hmm. Is wel kostelijk, hè? Ja. Nee. Dat is leuk rijden. Loopt nog niet slecht zo'n Audi. Nee.
Maar ja, het is ook de langste rally-proef van de rally. Dus hier zie je een brommer op het trein. Dat is natuurlijk helemaal levensgevaarlijk. Ja. Die man die moet gewoon echt van de weg af. Hier blijven, hè? Terug. Terug. Ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk en dat hoort dan ook weer bij onze taak, want als daar een van de eerste auto's aankomt van de WSC's, ja. Ja, dat kun je natuurlijk niet hebben. Goed, nou en proef met hindernissen. Maar je hebt een beetje het idee wat het is, denk ik. Ja, leuk. Gaaf, dat zand is mooi, hè? Ja, dat is wel zinnig. Ik voel me echt zo'n beetje zo schuiven zo. Ja, ja, dat moet je ook gebruiken, zeg maar. Om te proberen. Het is natuurlijk heel glad, dat zand. Dus als je probeert de neus binnen te houden, dan net als met skiën. Als je ooit skiet hebt, de lastwissel. Ja.